Als we nog even terugkeren naar, naar dinsdag, wat was jouw analyse van die wedstrijd? Heel knappe kwalificatie, heel knappe resultaten, toekoor en ook het prestatieniveau op zich. Een aantal heel positieve punten naast de kwalificatie is dat we nogmaals getoond hebben hoezeer we kunnen rekenen op de breedte van de kern. Je dus start toch met een heel aantal jongens die weinig speelminuten hadden gemaakt in de afgelopen weken en weinig basisplaatsen hadden, hadden vergaard. En als je ziet hoe sterk we waren in die eerste 60 tot 70 minuten tegen een heel sterke ploeg in de, de Jupiler Pro League op dit moment, dan, dan is dat een heel, een heel positief gegeven. Dat wist ik al, omdat ik zie die, die jongens uh, elke dag aan het werk. Maar dat hebben die jongens ook uh, bewezen nu op, uh, op een uh, competitief niveau en in een, uh, en in een competitieve wedstrijd. Dus dat is een uh, heel belangrijk punt. Natuurlijk, gaandeweg de wedstrijd uh, kregen, we het, uh, kregen we het moeilijker en, uh, en moeilijker. Nota, nota bene in de, in de verlengingen. Maar dan zie je, zie je toch hoe we kunnen terugvallen op die, uh, op die wilskracht van een, uh, van een volledig team. Die, uh, die strijd voor die, uh, voor die overwinning en dan en dan en dat was ook in, in Lommel al zo, dat we stil dan aan het toegroeien zijn naar een team wat heel moeilijk te kloppen is, zelfs op een, uh, op een slechte dag. En daarnaast, uh, zoals we in elke wedstrijd al hebben bewezen, hebben we ook weer getoond dat we zelfs een sterk team in de uit de Jupiler Pro League uh, kunnen pijn doen qua in offensief opzicht. En zijn we heel cool en kalm gebleven uh, tijdens die penaltyreeks en hebben we de kwalificatie kunnen, kunnen bevestigen. Ja, je zegt er net verlengingen met drie dagen later een nieuwe opdracht tegen KVO hier vrijdag. Gaat dat fysiek doorwegen of ja, is dat mentaal toch anders aangezien dat we ja, ons gekwalificeerd hebben? We moeten daar niet flauw over doen, dat heeft een, dat heeft een fysieke impact. Hè. Dat, is, uh, dat is duidelijk, maar we gaan, uh, we gaan moeten onze limieten verleggen morgen. Dat, dat sowieso. Op een gegeven moment gaat het, uh, gaat het pijn doen. Maar dan is het zaak om, uh, om dat doorzettingsvermogen te tonen. En, uh, en gewoon die limieten te gaan verleggen en, uh, en op, zoek, uh, op zoek te gaan naar meer. Vermoeidheid is ook vaak een, uh, een psychologisch gegeven. Dus daar moet je niet te veel bij stilstaan. We moeten gewoon vanaf, uh, vanaf minuut 1 vlammen. En uh, opnieuw kunnen de wedstrijdminuten verdelen over, uh, over 15, uh, 15 veldspelers. En dat gaat uh, terug belangrijk zijn. om... Uh, op een gegeven moment tijdens de wedstrijd, wanneer we daar nood aan hebben, uh, verrissheid vanaf de bank te brengen, die dan ook weer uh, beslissend kan zijn. Hoe belangrijk is deze kwalificatie mentaal voor deze groep? Elke overwinning is, is belangrijk mentaal. Elke overwinning zorgt ervoor dat het vertrouwen in het proces groeit, dat het vertrouwen in, el, uh, in elkaar groeit en het vertrouwen in onze eigen mogelijkheden groeit. Dus dat is zeker een vast belangrijk. Het gaat erom om een, uh, ten eerste om een cultuur van, uh, van winnen. Te installeren. En um daar zijn we nu aan toe de afgelopen week. En ik denk dat we nu samen met, uh, met onze staf en, uh, en de spelersgroep, ik denk dat we acht wedstrijden hebben gespeeld competitief. Twee bekerwedstrijden die, uh, die je wint en dan, uh, en dan zes competitiewedstrijden. In totaal van die wedstrijden win je er zes van de acht en verlies je er maar eentje. Dus op basis van, uh, van de resultaten zijn we goed op weg om die winnaarscultuur te, te installeren. En ten tweede is het belangrijk om een cultuur te installeren van constant progressie boeken. En dan doen we ook op, uh, in alle vlakken van het, uh, van het spel en zeker en vast naar, uh, naar defensieve stabiliteit. En ten derde is, uh, is een groep creëren die, uh, die voor elkaar door het vuur gaat en, en er alles aan doet om zowel collectief als individueel hun potentieel uh, te maximaliseren. Dus, en deze overwinning uh, helpt daar zeker en vast uh, aan om, om dat proces te, te bestendigen. Hm? Vrijdag wacht uh, KV Stende. welke wedstrijd verwacht je daar? Eerst en vooral uh, moeten we niet te veel naar het klassement kijken. Want als je naar het klassement kijkt, dan zie je dat, uh, dat Oostende voorlaatste staat. En dat geeft een vertekend beeld, vind ik, van, uh, van hun kwaliteiten. Uh, ten eerste zie je dat ze het moeilijk hebben om wedstrijden te winnen. Ze hebben er maar eentje gewonnen van, uh, van de tien. Anderzijds zie je dat ze er ook maar vier verliezen. En vier verliezen. Deinzen heeft er vier verloren. Club Next heeft er vier verloren. En die staan allebei in de top zes. Dus, dus qua wedstrijden, winnen tegen dat team is gewoon een lastige opgave. Alleen nogmaals, ze hebben vijf, uh, vijf gelijke spelen. Onder andere in de wedstrijd tegen Beerschot. En daar hebben ze laten zien tegen wat voor mij voetballend het beste team van de reeks is. Hoe, ze, uh, hoe sterk ze voor de dag kunnen komen. Ze hebben toen een uh, gelijk spel beha behaald. Maar ze hebben nog een, uh, ze hebben een penalty gemist. Ze hebben meer schoten gecreëerd in die wedstrijd dan, uh, dan Beerschot zelf. En uh, veel meer grote kansen dan, uh, dan Beerschot. Dus daar hebben ze laten zien wat ze kunnen. Op het veld van een, van een toploeg. En uh, voor de rest wat je ziet is dat ze heel sterk zijn in de, de offensieve transitie. En vanuit een uh, compact blok uh, de linies zeer gesloten kunnen houden, balrecuperaties kunnen hebben en dan zijn ze aardig gevaarlijk in de counter. En in de counter zie je ook dat ze, dat ze in de top 5 staan qua, qua statistieken in de reeks. Dat op dat vlak is het, uh, is het een toploeg. Dus op, aan ons om ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk op hun sterktes kunnen spelen en dat wij uh, er voldoende tegenover. Over kunnen zetten om hen defensief in de, in de problemen te kunnen brengen. Oké, okay, dankjewel, succes.